Ja, ik moest dus vloggen of zo, dat we weggaan of zo. We zijn bijna klaar voor Keulen of zo, Gamescom. Peter zit nog iets achter de computer te doen, geen idee wat. Leon zit interessant te doen, een e-mailtje versturen. En wat Tom aan het doen is, die is koffie drinken. koffie aan het drinken en zijn perspas Peter uitprinten Dirk of is zo. interessant te doen. Ja, ik probeer het niet eens, het is al een verloren zaak. Wat? Dus ik drink koffie en ik doe niks. Oh, en ik ben aan de kapper geweest. Dat is wat ik heb gedaan. Ja, ik heb het allemaal een soort van zelf bijgehouden. Tuurlijk, met een grote machette, want de man die je bent. Is ook En zo. achter jou staat ook echt het voorbeeld van de man die je wil zijn. Alleen, hij moet de baard laten groeien. Dat wel, ja. Kom Nu op. is Kratos mijn man. Vieze kinderen krijgen. Maar hey, ja, Gamescom. We gaan bijna rijden met echt... De tank. De ziekste bak ever. Daar is... Hier staat hij. Het is een... Gewoon een tank op rubberen wielen. Het is een... Ja. Het is gewoon de tank op de snelweg. Ja. Op de Duitse autobaan. Dus Peter rijdt ons straks met 180 naar Keulen. En dan gaan we er gewoon voor. Binnen een uurtje. Binnen een uurtje. We zijn er zo. Dus Warp 2. We gaan zo lekker weg. Lekker vanaf het eerste biertje drinken. En lekker eten. Maar nu nog koffie. Bier en braadworst. Schnitzel. Waarom wij een auto geleend hebben voor deze reis? Nou, fucking veel. Dan moeten alle camera-spullen nog. Maar we hebben iets coolers. Want we zijn tegenwoordig allemaal uitgerust met... Onze signature hier. Bam. Daniel heeft hem op zijn tas. Bam. Lee heeft hem op zijn tas. Bam. Fucking awesome. En Leon had nog nooit een principiële button op gehad. Dit is echt principieel, ja. Het is super principieel. Game is it for the win. En, nou goed, we gaan weg. Tom, kunnen we? Ik denk dat al. Waar heb jij je principiële button? Oh, in op je kok. Ja. Ah, worth it. Worth it. En als je opgewonden raakt, staat er dan ook Gamers net uitgeschreven? Het staat nu wel, zeg maar, gestenst in je moeder. Wow. Too soon, is namelijk gisteren gebeurd. Moeder sms'te net. We komen net de hotelkamer binnen. Ik sloop gelijk een stuk van de muur af. Nou, leeg van... Hoe de fuck zit dit vast? Ik gooi mijn tas tegenaan. Het was al zo. Ja, het was al zo, was al zo. Ik kwam hier aan en ja. Dit ding zat nog. Jullie hebben het gezien, het was echt al zo. Ja. We hebben een overheerlijke Wilde Wester. Wilde Wester. Dat is onze, die andere redacteur die met de lange haren, die gewoon super wild is, kinky. Zo'n burger, barbecue saus, uien. Check Gamersnet vlog nummer 7, of zoiets in die richting. Dat is namelijk, we hebben heel Gamescom in één vlog gedaan vorig jaar. En daar zat deze tent dus ook in, met deze precies houten dingen. Dezelfde plek. Precies dezelfde plek, precies dezelfde pils. Maar goed, Gamescom is aan. En de burgers zijn goed. Absoluut. 10 out of 10 IGN would play again. Peter heeft nog genoeg iCloud-ruimte, merk ik. Ja,